Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 168. Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op. God spreekt tot ons. Zullen wij niet tot Hem spreken? Hij is niet ver. Hij doet geen poging zich voor ons te verbergen. Wij proberen ons voor Hem te verbergen en lijden onder misleiding. Hij blijft geheel toegankelijk. Hij heeft zijn Zoon lief. Er is geen andere zekerheid dan deze, maar dit volstaat. Hij zal zijn Zoon voor eeuwig lief hebben. Wanneer zijn denkgeest blijft slapen, heeft hij Hem nog altijd lief. En wanneer zijn denkgeest ontwaakt, heeft hij Hem lief met een nooit veranderende liefde. Kende jij maar de betekenis van zijn liefde, dan waren hoop en wanhoop onmogelijk. Want de hoop zou voor eeuwig zijn vervuld en elk soort wanhoop ondenkbaar zijn. Zijn genade is zijn antwoord op alle wanhoop. Want daarin ligt de herinnering van zijn liefde. Zou hij niet graag het middel geven waardoor zijn wil wordt herkend? Zijn genade wordt de jouwe wanneer jij die erkent. En de herinnering van hem ontwaakt in de denkgeest die hem het middel vraagt waardoor zijn slaap voorbij is. Vandaag vragen we God om de gave die Hij uiterst zorgvuldig in ons hart heeft bewaard, waar zij op erkenning wacht. Dit is de gave waarmee God zich naar ons toe buigt en ons opheft, waarbij Hij zelf de laatste stap van de verlossing zet. Alle stappen, behalve deze, leren we door Zijn stem onderwezen. Maar tenslotte komt Hij zelf en neemt ons in zijn armen en veegt de spinsels van onze slaap weg. Zijn gave van genade is meer dan slechts een antwoord. Zij brengt alle herinneringen terug die de slapende denkgeest vergat. Alle zekerheid omtrent wat de betekenis van liefde is. God heeft zijn Zoon lief. Vraag hem nu om het middel te geven waarmee deze wereld zal verdwijnen en visie eerst zal komen. Met kennis meteen daarachteraan. Want in genade zie je een licht dat heel de wereld in liefde omhult. En zie je hoe angst van ieder gezicht verdwijnt. Wanneer harten zich verheffen en aanspraak maken op het licht. Wat blijft er nu nog over dat de hemel een moment langer uit kan stellen? Wat blijft nog ongedaan wanneer jouw vergeving op alles rust? Het is een nieuwe heilige dag vandaag, want we ontvangen wat ons gegeven is. Ons vertrouwen ligt in de Gever, niet in onze eigen aanvaarding. We erkennen onze vergissingen, maar Hij aan wie alle fouten onbekend zijn, is desondanks degene die onze vergissingen beantwoordt door ons het middel te verschaffen waarmee we ze laten varen en ons in dankbaarheid en liefde verheffen tot Hem. En Hij daalt af om ons te ontmoeten, terwijl wij tot Hem komen. Want wat Hij ons heeft toebereid, geeft Hij en ontvangen wij. Zo is zijn wil, omdat Hij zijn Zoon lief heeft. We bidden tot Hem vandaag en geven slechts het woord terug dat Hij ons via zijn eigen stem, zijn woord, zijn liefde gegeven heeft. Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op. Vader, ik kom tot u, en u zult komen tot mij die vraagt.
Ik ben de zoon die u lief hebt. Les 168. Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op. Deze les nodigt je uit om je plek in te nemen. Het is een uitnodiging om helemaal te zijn wie je werkelijk bent, zonder al je angsten om niet goed genoeg te zijn of om door de mand te vallen of dat je het niet kunt. Nu maak ik er aanspraak op, betekent dat jij je plek helemaal mag innemen. Het helemaal mag verankeren op aarde. Jij bent goed genoeg. Jij bent waardevol. Jij bent nodig in deze wereld om licht en liefde te delen. Vlucht niet langer. Niet voor jezelf, niet voor de buitenwereld. Wees autonoom en soeverein. Jij hebt vrije wil. En dat betekent niet dat je alles zonder grenzen kan doen. Want dat zou liefdeloos zijn. Vrije wil betekent dat jij vrij en soeverein bent, maar dat de ander dat ook is. En zodra iemand zijn wil wil opleggen, met onderdrukking, met geweld, dan is dat liefdeloos en kan dat niet de waarheid zijn. De waarheid heeft geen geweld nodig. De waarheid heeft geen onderdrukking nodig. En dat is belangrijk om te onthouden. Op het moment dat jij gedwongen wordt, onderdrukt wordt, of er ontstaat een systeem van straffen en belonen, dan kan het niet de waarheid zijn. De waarheid heeft dat allemaal niet nodig. Het is eerder andersom. Dat in deze maatschappij vaak de waarheid onderdrukt wordt. Omdat ze niet naar buiten mag komen, omdat dan de zeepbel van de Matrix doorbroken wordt. We leven in een onderste bovenwereld. En het is belangrijk om je te herinneren dat jij een autonoom en soeverein spiritueel wezen bent. En neem die plek in. En je hoeft dan alleen het voorbeeld te zijn. Sinds 2005 train ik en coach ik mensen in persoonlijke en spirituele ontwikkeling. En weet je wat ik de allerleukste feedback vind? Als iemand bij me komt die zegt: "Oh, mijn collega is zo veranderd. Dat wil ik ook." Prachtig vind ik dat, want daarmee inspireer je anderen, niet door het op te leggen of af te dwingen, maar door het te zijn en van daaruit te inspireren. Dat is hoe het werkt. Op het moment dat jij gedwongen wordt of onderdrukt wordt om een bepaalde mening te volgen, dan klopt het niet. De waarheid heeft geen verdediging nodig. De waarheid heeft geen aanval nodig, want die is. En met ons hoofd kunnen wij de waarheid niet onderscheiden. Maar ons hart weet wanneer de waarheid verteld wordt. Je lichaam liegt nooit. En die maakt feilloos onderscheid tussen iets wat waarheid is met hoofdletters en wat niet. En je mind en je ego, die zijn heel gemakkelijk te misleiden, omdat ze gebaseerd zijn op angst. En daarom is het zo belangrijk dat jij je niet laat leiden door angst, omdat dat je blik vertroebelt. Dan kun je letterlijk niet helder denken. Jouw heldere denken zit in je voorste kwabben van je hersenen. En op het moment dat je in de angst schiet en elke zorg, elke twijfel
Elke stressreactie is gebaseerd op angst. En dan gaat letterlijk je aandacht van je voorste hersenkwabben naar die fight, flight, freeze respons. En dan kun je dus letterlijk niet meer helder denken. Daarom word je vergeetachtig als je heel gestrest bent. Of krijg je bijvoorbeeld een blackout als je heel zenuwachtig bent voor een examen of een presentatie. Omdat dat een biologische reactie is. En die biologische reactie kun je ook weer omkeren. Door diep te ademen en te voelen wie jij werkelijk bent. En te kiezen voor liefde in plaats van angst. En door diep te ademen, dan geef je je hersenen het sein, het is veilig. En dan ontspant je lichaam weer. En dan gaat je aandacht weer terug naar je voorste hersenkwabben. En kun je weer helder denken. Dat is een hele simpele manier, een simpele techniek om uit de angst te stappen. En die fight, flight, freeze respons te doorbreken. Neem je plek in. Wees authentiek. Durf jouw waarheid uit te spreken. Wees een expressie van wie jij werkelijk bent. Deel liefde, licht, vreugde en waarheid. Want dat heeft de wereld nodig.